Beste kijkers, Alexandre Dumas was voorwaar geen luie schrijver. En ik ga u dat meteen bewijzen. U kent wellicht de drie musketiers, les trois mousquetaires. Wanneer hij in 1844 een punt zet achter dit indrukwekkende werk, gaat hij niet met een vrouw aan het strand liggen. Nee, hij trekt een streep onder de laatste zin en noteert meteen de titel van het vervolg. 20 ans après. Jawel, een tactiek, een démarche, een aanpak die door wijlen Hugo Claus erg geapprecieerd werd. En nog is deze man niet uitgeschreven. Wat volgt is een roman die werkelijk elke verbeelding tart. Le Vicomte de Bragelonne. Een roman die niet bestaat uit één, niet uit twee, maar uit drie kloeke delen. 3000 bladzijden die mij hier probleemloos van het scherm vegen. En dat is ook helemaal niet erg. Maar ben ik hier om u te vertellen dat Alexandre Dumas een ijverige schrijver was? Nee, ik heb u iets anders te zeggen. U vraagt zich af wat dat dan wel mag zijn. Wel, het antwoord is erg eenvoudig, maar des te essentieeler. Alexandre Dumas is voor mij de peetvader van het leesplezier. En laten we dat nu maar meteen ootmoedig toegeven, daar draait het tenslotte toch om. We kunnen een boek interpreteren, herlezen, erover schrijven en praktiseren tot we erbij neervallen. Maar als ik nooit aangestoken was geweest door een zintuigelijke vervoering bij het lezen van een boek, als ik nooit acuut verliefd was geworden op een roman, dan zou ik nooit doen wat ik nu doe. Dumas is voor mij het symbool van de onbezorgde leesuren uit mijn jeugd. Later worden we Balzac-lezers. Later worden we Kafka-fanaten. Later gaan we van mening verschillen, maar oprechte literatuurliefhebbers blijven trouw aan de wervelende epiek van Alexandre Dumas. In mij brengt hij in ieder geval telkens weer die zorgeloze leesknaap van weleer moeiteloos tot leven. Met hem ben ik D'Artagnan en bereid ik Frankrijk te paard. Dankzij hem herbeleef ik, zwetend, angstig en gespannen, sleutelmoment uit onze geschiedenis in mijn leeszetel. Alexandre Dumas verleidt, fascineert, intrigeert en amuseert. Het is dan ook niet toevallig, denk ik, dat ik in de herfstvakantie van 1999, na het lezen van 20 ans après, volgende woorden in een gloed van romaneske kortzachtigheid noteerde op de eerste bladzijde van dit boek. O Maître Dumas. En daar heb ik niets aan toe te voegen.